Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe zondagvlog. Jongens, vandaag ga ik het jullie hebben over, ja, niet echt een gigantisch groot onderwerp. Ik ga het met jullie hebben over nog wat dingen die nog in de toekomst gepland staan. En ik ga het met jullie hebben over de series, want ja, ik upload niet echt iedere dag dezelfde series zoals ik zou willen. Maar goed, het eerste, de reviews jongens. Echt bijna iedereen die zei het, wij willen de reviews hebben. Dus ik denk dat er volgende week de review van mijn muis komt. Ik ga denk ik de één review per week doen, dat ik in ieder geval nog wat heb om te reviewen. Nou, en daarna moet ik gaan kijken. Dus ja, maar jullie wouden allemaal reviews. Dus volgende week ergens komt de review van mijn muis, de Razer Ouroboros. Dus ja, super leuk en chill en meuk en zo. Dan, eens even kijken. Nou, ik doe op dit moment dus de Call of Duty Ghost Noob tot Commander serie, de GTA 5 serie en Assassin's Creed 4 Black Flag serie. Dat zijn zeg maar dus de series van de nieuwe games. Nou, daarnaast doe ik natuurlijk gewoon als spot Minecraft, Hunger Games, Orcs Must Die, al dat soort meuk. En ja, ik wil eigenlijk iedere dag Assassin's Creed 4 uploaden, alleen dat kan niet, want mijn internet is zo scheid. Echt, het is verschrikkelijk, dus ja, ik moet gewoon gaan kijken. Ja, ik moet de aflevering korter maken en zo, denk ik, dus ja, maar goed, ik probeer dus iedere dag ja, een beetje te uploaden en zo. Ik werk dus met een schema, ik zal je even het schema laten zien van deze week, moet ik even erbij pakken hoor, zo. Kom op, hup. Oké, series. Oh nee, dat zijn de series. Ik moet het gameplan hebben. Gameplan. Ja, hier is het gameplan. Nou ja, vandaag zal Orcs Must Die, Assassin's Creed 4, zondagvlog en Surf 2 online komen. En dan zo werk ik verder met maandag, dinsdag, woensdag, donderdag enzovoort. Helemaal tot aan volgende week zondag volgens mij. Dus ja, en zo ga ik het gewoon doen. Dus ja, de ene dag komt Orcs Must Die online, de andere keer komt Pixelmon online, de andere keer Assassin's Creed, de andere dag GTA. Gewoon, het is niet iedere dag, zeg maar, niet een dagelijkse serie. Het is zeg maar een beetje schipperen, want ik doe zoveel series en er komt weer een nieuwe aan, jongens. Quest for the Ender Dragon met Tim. We hebben in 12 afleveringen van een redelijke tijd, 20 tot 15 minuutjes, de Ender Dragon verslagen. Echt super chill, echt super cool gewoon. Dus ik kijk er erg naar uit om dat te gaan uploaden. Ja, dat is dus dat, zeg maar. Dat is echt super cool en zo. Dus ja, maar Pixelmon, dat draait echt heel goed. Orcs Must Die, dat is bijna klaar. Dat moet ik nog even recorden. Call of Duty Ghost draait heel goed. Dat is Creed, dus GTA, al die dingen die draaien allemaal echt super goed. Echt bedankt allemaal. De subs gaan echt goed. Het enige wat nog beter kan, zeg maar, zijn de duimpjes. En ik loop echt altijd om te mekkeren. Maar ik vind het zo belangrijk, want daarmee hou ik in peil van of jullie die serie leuk vinden. Dus als jullie het hebben bekeken en jullie hebben zoiets van, nou, ik vind het wel leuk, ik wil wel meer zien, like de video gewoon, want daar help je mij echt zo enorm mee. En ik verdien nog geen geld met YouTube, maar ik vind het zo episch gewoon. En dat jullie gewoon al die support doen, dat doet mij gewoon echt goed. Dus ja, trouwens, de zondagvlog zal geen uur duren, want nou, ik moet nog heel veel dingen doen vandaag. Dus ja, eens even zien, daar ga ik er even bij zitten, want ik ga nog even dingen bespreken met jullie en zo. Ik sluit even al mijn recording software af. Veel mensen vroegen trouwens, waar neem jij Xbox mee op? Wel, dat zal ik jullie nou maar dan laten zien. Even zien zo. Dit is het kastje waarmee ik opneem. De HD PVR Gaming Edition van Haupach of Haphuis of zoiets. En het is heel simpel. Het enige wat je nodig hebt is een televisie, zo'n kastje en een Xbox of PlayStation eigenlijk. De televisie moet full HD zijn. Ik gebruik mijn monitor, omdat die heeft iets betere kwaliteit dan mijn tv. Dus zorg gewoon dat je een monitor hebt of een televisie die 1080p aan kan op je Xbox. Dat is de goede kwaliteit die je nodig hebt. Dus ja, nou, dan koop je gewoon zo'n kastje bij je winkel of zo. Kost 140 euro of zo volgens mij wel. En nou, dan kun je gewoon weer opnemen full HD en zo. Dus ja, je hebt natuurlijk nog wel een editing en rendering programma nodig en zo. Maar dat kan ik jullie van niet meer helpen. Daar raad ik gewoon Sony Vegas aan. Maar ja, en je sluit je mic er niet op aan of zo. Je moet wel een externe microfoon hebben, zeg maar. Nou, en dan gebruik je gewoon een opnameprogramma. Ik gebruik Bandicam, zeg maar. Op sluit af. Dit is Bandicam. Ik heb die gekocht, zeg maar. Want hij valt gewoon niet te kraken. Tenminste, ik kreeg die voor elkaar. Dus ik heb hem gekocht voor een paar euro of zo. Het was aanbieding of zo. Dus ik heb gewoon zoiets gehad van, ja, YOLO. Dus Bandicam heb ik gekocht. En daar neem ik mijn mic mee op. En die sync ik dan, zeg maar, met de gameplay in Sony Vegas. Dus ja, het werkt hartstikke goed. Dat is zeg maar hoe ik mijn Xbox meuk opneem, dus dan is dat ook weer helder. Eens even kijken wat heb ik nog mee te bespreken met jullie. Heilige Kiep. Nee, oké. Ja, wat nog meer eigenlijk. Jezus.
mijn schijf. Maar ja, mijn schijf is vol. Ik moet een nieuwe harde schijf kopen. Dat is één ding wat sowieso moet. Dus ik zal, denk ik, voor kerst of zoiets een nieuwe harde schijf gaan vragen. Want daar heb ik echt heel veel aan. Dus ja, dan kan ik meer opnemen en alles. Het doet natuurlijk mijn cadeaus, anders zijn sneller internet. Maar helaas pindakaas. Veel mensen zeiden ook doe dit of doe dat. Zoals League of Legends en World of Warcraft. Ik kreeg de laatste tijd heel veel requests binnen en zo. En nee, dat doe ik niet. Ik doe series die ik leuk vind. En de games waar ik leuk van vind. Die ik leuk vind. Je kunt het altijd vragen, maar ja, dan moet het echt wel zo gigantisch zijn. Want daar heel veel mensen vroegen van Assassin's Creed. En dan heb ik zoiets van, nou, dan probeer ik Assassin's Creed. Maar het is gewoon heel simpel. Als ik een serie niet leuk vind, doe ik hem niet. En dan heb ik ook de zin verloren in een serie. Zoals bijvoorbeeld met even kijken, met de Road to Gold. Ja, dan stop ik daar gewoon mee. Ben ik heel makkelijk in. Dan stop ik gewoon met de serie. En dan is het GG, bye bye, zwaar, zwaar. En dan probeer ik het later nog wel een keer. Dus ja, trouwens, ik ben nu level 7 of zo. Ik heb net Call of Duty Ghosts opgenomen. Maar ik speel het alleen, zeg maar, voor opneem-purposes, zeg maar, opneem-redenen. Dus ja, ik vind het wel leuk om te doen alleen, maar ja, het is wel grappig. Want mijn internet, die kan het niet aan als ik aan het uploaden ben. En Call of Duty aan het doen ben, dan kan mijn internet gewoon niet aan. Dus dan ga ik allemaal laggen en dan run ik 2 bar en het is echt zo scheid. Dus ja, dan gaat hem helaas per elkaar niet vallen. Dus even kijken, ik heb gewoon echt helemaal niks te melden aan jullie. Dus ik ga het gewoon niet bij laten voor vandaag. Ik wil gewoon alleen tegen jullie zeggen, bedankt voor alle duimpjes. En bedankt voor al je support. Ga er vooral mee door, jongens. Het gaat super top, super bedankt allemaal. Nou, wat uitleg dus over de series. Dat ik dus niet bijvoorbeeld 1 serie iedere dag upload. Maar het is een beetje schipperen is. En ja, met het gameplan heb ik jullie laten zien dus. Het serie dingetje. De reviews heb ik het over gehad. Dus ik ben er wel klaar mee, denk ik, voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om dus likes achter te laten, jongens. Het helpt mij enorm. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus ja, bedankt voor het kijken. Volg mij erin op Twitter. Echt heel belangrijk. Gewoon @ShadowGames23. Volg mij erop. Krijg je alle informatie die je nodig hebt. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.